Yo, Nintendo fans, welkom bij een nieuwe Mario 3D World video waarin we de game 100% uitspelen. Vandaag gaan we naar wereld 5 met gouden ouwe Mario. It's me. Je bent zelf een gouden ouwe. Zit je nou gewoon mij te flamen om een leeftijd? Wat ben je toch een rotplant, jongen, hè? Ga weg. Anyways, wij gaan naar wereld 5. Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren, want we gaan keihard richting die 50.000 abonnees. En dan gaan we dit paarse veetje proberen te redden. Zon, zee. En sleutelmunten. Oftewel, we moeten al deze muntjes zien te pakken. Hoppakee. Kom dan. Oké. Ik stop wel even met stoer doen. Mag ik een power-up ergens? Zit er in deze boom een power-up? Zit er in deze boom een power-up? Zit er ergens een power-up? Zit er misschien hier een power-up? Hotseflatsien. Oké, nee, munt. Ja, lekker. Power-upie. Hoppakee. Het is altijd zo grappig als zij naar hun schild aan het zoeken zijn. Oké, deze gaan we even kapot maken. Boeiem. Deze gaan we kapot maken. Lekker. Dit Goomba zand kasteel ding moet ook even kapot. Hatseflats. Oh, huh? Oh, ik dacht even dat we daar een muntje van kregen, maar niet. Helaas. Plap. Oké, waar is het volgende muntje? Wedden hierboven? Ja, kijk, hierboven inderdaad. Is daar achter een checkpoint? Hier rechts zit ook een muntje. Hier zo in het tweede boompje. Oh, hieronder ook trouwens. Hoe kom ik eronder? Dan moet ik zeker via hier gaan lopen. Via hier gaan lopen, wou ik zeggen. Ja, kijk, nice. Muntje nummer 3. Muntje nummer 4 zit in een van deze boompjes. Ja, die is hier. Helemaal topper. Gaan we even de rode muntjes pakken. Hatseflatsie. En deze twee nog. Lekker. Dan heb ik nu Boomerang Mario. Gaan we deze even slopen. Hatseflats. Wacht even hoor. Wacht even. Rustig aan, jongen. Rustig aan. Ik wilde gewoon een boomerang op je hoofd gooien. Waarom mag ik geen boomerang op je hoofd gooien? Ik mag wel een boomerang op je hoofd gooien. Oké, appelappie mappie. Hoppa. Oh, zit hier een ster toevallig? Even kijken. Ground pounden en dan springen. Dan spring je hoger. Hoppa. Ja, kijk. Toad. Toad. Alsjeblieft, jongen. Ik heb alle engels weer weggestuurd. Sterretje nummer 1. Lekker. Hier wat tijd. Oké. Okay. Oh, dat is al sterretje nummer 2 trouwens. Er zat die andere in zo'n Goomba statue, denk ik. Oh. Oh, goud muntje. Goud muntje. Bliep, 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 bliep. Wat is dit? Hé, hey, ik ben een Goomba. What up, man? Oh, nu ben ik geen Goomba meer, helaas. We moeten de stempel nog zien te vinden. En we moeten nog de derde ster nog zien te vinden. Oh, daarachter. Kijk, daarachter is een gat. Ja, dat klopt, ja. Hier zat inderdaad ook nog wat. Even door deze buis. Ja, en dan moeten we hier even alle blokjes kleuren. Even deze grasje kapot maken. Lekker. Oh, dit is echt zo niet handig. Oh, ofwel, want de blokjes gaan niet meer uit. Dus dan is het wel handig. Pee, 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 pee. Oh. Oké, volgende poging. Jee. Ah, en daar is de laatste ster inderdaad. Dan nu alleen nog even die stempel zien te vinden. Waar was die laatste stempel ook alweer? Hoe bedoel je laatste stempel? Er zit altijd maar één stempel in de wereld, Rick. We gaan in ieder geval even alle vijanden slopen. Volgens mij was dat het. Volgens mij moeten we alle vijanden kapot maken. Zit de stempel dan toch in een boompje of zo? Nou, ik zou niet weten, jongens. Misschien komt hij in het volgende stuk dan, de stempel. We gaan hier doorheen. We pakken een checkpointje. Even deze bomen checken voor de zekerheid. Nee, hier niet. En hier ook niet. Nee, oké. Later. Yo, what up, Plessie? Hallootjes. Dit blijft wel een heerlijk muziekje hoor, jongens. Ik zie nog geen stempel. Waar is de stempel? Oh, hij is hier. Hij is hier. We moeten hier overheen. Rechtdoor. Jump, jump, jump. En dan hier naar links springen. Juist. Aha, daar was hij. Nou, dan was ik echt even vergeten waar deze stempel zat. Maar we hebben hem te pakken. En dan moeten we alleen wel even proberen in de top te springen. Dan gaan we ervoor zorgen dat deze eens eventjes lekker weggaat. Zou ik dit kunnen halen? Ja, ik kan dit wel in één keer halen. Moet het alleen goed timen. Ja, oké dan. Dit was wel een leuk wereldje, jongens. Ik vond het wel lachen, dit wereldje op dit strandje. Heerlijk, lekker man. Ik wil weer naar het strand. Wordt weer tijd voor. Beetje lekker zomers weertje en zo. Maar niet met z'n allen naar het strand gaan. Dat mag even niet. Dus als ik naar het strand ga, moeten jullie allemaal thuis blijven.
Toad level hype. Toadbaas bezoekt Boo's spookhuis. Oké, dat ziet er weer lach uit. Waar beginnen we? Wij beginnen hier, dus we moeten sowieso door het deurtje met de Toadbaas. En dan? Dan komen we daar uit. Dan moeten we dit blok eventjes zo omhoog schuiven. Dan kunnen we deze gaan pakken. Het eerste sterretje. Dan moeten we een van deze dirties pakken. Niet dit dirty blijkbaar. Maar wel dit dirty. En dan komen we hier. Hebben we het tweede sterretje. Dan moeten we door dit dirty. En dan? Waar komen we uit? Oh, daarboven. Oké. En nu? Nu moeten we ons hier laten vallen. En dan moeten we denk ik even dit blokje uit de weg ruimen. Ja, dan kunnen we hier langs hier naar beneden. Blokje omhoog. Overstappen. Blokje omhoog. Alsof we op de bus zitten en de volgende bus moeten pakken. Dan hier doorheen. Ja, lekker, 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 lekker. Oh, kijk. Kijk, de spookjes worden bang van mijn lampie. Nice. En ze gaan alleen niet weg van mijn lampie. Dat is jammer. Ik dacht, misschien kan Toad gewoon spook... Ja, Toad kan wel spookjes lopen. Heerlijk, man. Lekker bezig, Toadje. Oké, en dan? Dan gaan we denk ik hier omhoog of zo? Oh, wacht even. Eerst moeten we deze ster pakken. Kijk, dat kunnen we gewoon zo doen. Moeten we deze weer terugsturen, zo. Yes. Ja, en dan hier naar boven. En ons dan laten vallen aan het einde van deze platform dingetjes. Oh, Big Boo, jongens. Big Boo. Ga weg, Big Boo. Weg. Weg. Nice. Ja, ik vind dit toch wel leuke leveltjes elke keer hoor, met Toad. Sowieso, Captain Toad's Treasure Tracker is ook echt een hele leuke game voor de Nintendo Switch. Oké. Zullen we Bowser level pakken, jongens? Ik vind Bowser levels altijd cool. Let's go. Korte kersensteeg. Oh nee, we moeten weer met kersen onszelf gaan multiplyen. Oh, en we hebben ook maar 100 seconden. Oké, moeten we eerst op zoek naar één kersie? Ja, die zit hierin. Helemaal top. Moeten we wel even kijken trouwens of hierachter niet toevallig een ster is. Nee, zo te zien niet. Let's go. We gaan naar de overkant, Mario. Lekker. Gaan we hier naartoe. Pakken we hier even hopelijk een kersie. Ja, top. Dan kunnen we nu met z'n drieën hierop gaan staan. Oh, dit is al het einde, joh. Dit is al het einde. Kunnen we nog terug of zo? juist. Oké, wacht. Weet je wat? We gaan dit opnieuw doen. Ik spring alvast hier zo in, zodat ik de vlag alvast heb, maar we gaan dit opnieuw doen. Yo, Toad, fix jij dit level even, want Mario kan het niet. Oké, gaan we eerst even deze piranha plant kapot maken. Als ik er tenminste goed op spring, dan gaan we nu even deze piranha plant kapot maken. Hallo meneer. Zo, die zijn weg. Dat zijn namelijk de irritantse vijanden en we hebben de stempel gelijk. Hallo Goomba. Zo, pakken we hier even die kers. Nice. En dan zit hier nog een kersie in. Dan hebben we de vier. Helemaal top. Gaan we hier naar boven met z'n vierën. En hier een sterretje. Waar? Missen we nou nog één ster? We missen toch nog steeds één ster. Hoe kan dat nou, hè? Is dat dan toch eentje hier in het begin ergens? Zit er hier eentje? Ja! Kijk! De grond was daar anders. De grond was kapot. Oké, rustig aan, rustig aan. Oh, wacht even. Niks rustig aan. Niks rustig aan. Niks rustig aan. Ik ga het niet meer redden. Nou ja, boeit niet. Leuk level dit, jongens. We moeten hem even 38 keer opnieuw doen, maar dan heb je ook wat. Ik hoef nu alleen maar naar de finish te redden. Dat scheelt. En klaar. Volgende level. Tegendraadse trapezas. En dat doen we wel weer gewoon even met Mario. Hallo Mario. Waar gaan we helemaal naartoe, yo? Wat is dit voor... Oh. Ik vloog er nu al bijna vanaf. Heerlijk. Oké, wat voor power-upje krijgen we in dit level? Gaan we overal op moeten klimmen? Zouden we hier nog op kunnen? Ja, hier kunnen we wel op. Maar dan heb ik wel een kat nodig of zo. Ik ben benieuwd of ik ergens een kat ga tegenkomen. Wee. Ik zou toch zeggen van wel, want ik denk dat ik wel echt daarop moet gewoon. Oké, hier kunnen we naar boven. Oh, dit ziet er echt niet heel makkelijk uit trouwens. Kom maar even deze kant op. Ja, en dan moet ik dit goed zien te timen. Ja, mag ik? Ja, dankjewel, dankjewel. Oké, nu kan ik hier naar links springen. Want hier is een wolk en hier is een ster. Is dat de eerste ster? Ja, dat is wel de eerste ster. Dus dat is helemaal top. Springen we weer op deze trapeze. Ik krijg hier echt een gevoel van. Ik wil nog steeds een TikTokje opnemen met dat geluidje. Ik vind dat het leukste geluidje van TikTok. Als je me nog niet volgt op TikTok, doe dat even. Het TikTok 2, let's go, let's do this.
We gaan hier naar het midden. Oh ja, oh lekker dit. Oh lekker. Oh, we gaan allemaal Pietjes slopen. Piet, Piet, ik sloop heel je familie. Heel je familie gaat kapiet. Hoppakee. Dag, alle piranha plantjes. Wegwezen. Hoppakee. Gratis moentjes. Nice. Daar is nog wat. Ik denk dat het beter is dat ik daar inderdaad even klein voor word. Ja, want dan kan ik gewoon zo chill hier naartoe rennen. Oké, wat gaan we hier doen? Op de P-switch drukken. Muntjes pakken. Lekker. Nice. Oh, dit ging vrij soepel. Gaat dit ook vrij soepel? Nou, tot nu toe wel. Tot nu toe wel. Lekker. Oh, dit zijn er wel echt heel veel in één keer. Lukt dit? Ja, nog een paar. Ja, dit lukt wel. Dit lukt wel. Is het ster 2? Dit is ster 2. We gaan lekker. Ik heb het gevoel dat we alles pakken in dit level. Ik wou zeggen, welkom back, Piet. Maar, je familie is kapot. Ja, pak ik je eindelijk een keer terug. Oké, let's go. Jumpen hier naar boven. Hoppa. Oh, hier ligt gewoon lekker de stempel klaar voor ons. Oh, dat is chill. Hoeven we helemaal niet naar op zoek of zo. Maar waar... waar is de derde ster? Let's go. We gaan voor die 100% completion. Oh. Oh, de derde ster, dat wordt een opgave, denk ik. Ja, dat wordt wel een ding. Go. Ja, en dan kunnen we hier naartoe springen. En dan moeten we terugspringen. Oh, nee, ik heb hem niet. Ik mis hem. Ik mis hem. Ja, dit gaat hem nou niet meer worden, jongens. Dit gaat hem nou niet meer worden. Ik ben nu veel te laat. Ah! Dit moet opnieuw. Ik kan ook gewoon even het level niet halen, natuurlijk. Dat kunnen we ook gewoon doen. Kijk, we hebben toch 157 levens nog steeds. Hey Piet, je familie is weer gerespawnd, jongen. Oké, poging 2. En... Oké, ja. Oh. Dit ging echt heel soepel. Dit ging zo soepel. Dit was nog soepeler dan een turnster. Ja, dat is het beste waar ik op kon komen. Als ik al die moves van een turnster doe, hè, ik breek al mijn botten, jongen. Allemaal. Allemaal en één extra. Oké, dit even goed timen. Ja, oké. Even flink schommelen. Hoppakee. Waarom klimt hij niet gewoon hoog in de paal? Waarom kan Mario dat niet? Harder zwaaien! Harder zwaaien! Op zijn hart zwaaien! Het zou op zich chill zijn als je rechts springt. Nog steeds niet! Oké. Peach? Jij dan? Ja hoor, Peach wel. Zit Mario dus een stoer te doen dat Peach moet redden. En Peach die kan dit wel. Wat is het nou? Is gek hè? Doe een duimpje omhoog voor Peach. Deze gaan we ook gewoon nakken met Peach. Beetje girl power erin. De wraak van de Charging Chucks. What up man? What up? Wat zijn jullie allemaal aan het doen hier jongen? Hoppakee. Hoppa, bijna allemaal gewoon in één keer uit de lucht jongen. Je krijgt gewoon de dikke beel van Peach op je bakkes. Dan is het klaar. Lekker gedaan Peach. Heerlijk. Wereld 5.4 is avond. Op de savanna. Oh, dat lekker muziekje gelijk. Ik zit gelijk een beetje in... ja, een beetje in de Jungle Book vibe of zo. Of een Lion King vibe. Ik ga wel dit ding van jou stelen. Dankjewel. En dan ga ik je zo gelijk even slopen. Ja, dankjewel, man. Bedankt dat dit allemaal mocht van jou. Gaan we gelijk eens even hier omhoog klimmen. Alleen muntjes zo te zien. Dan kunnen we wel hier gelijk naar de overkant springen. Ja, dat kan wel. Maar we moeten wel even kijken of we niet iets gemist hebben. Nee, zo te zien niet. Hier nog een reservekattenbelletje. Dat is altijd fijn om te hebben. Kan even hier ground pounden. Nee. Nou, jawel. Kijk maar, want hier is een sterretje. Oh, wacht even. Moet ik daar dan vanaf de zijkant zo ingaan? Ja, kijk. Nice. Sterretje 1 hebben we te pakken. Dan moeten we de fuzzies negeren. Hoppakee. En biep. Oké, nou moeten we denk ik daar naar links. Maar ik ga toch ook maar eens even kijken wat daar is bij die blok. Wat zit er in dit blok? Allemaal... Oh ja. Ik wil dit niet. Dit is vervelend. Dit is vervelend. Ja! Ga weg. Ga weg van mijn hoofd. Nee, laat mij weer Peach zijn. Nou ja, oké, dan niet. Dan gaan we gewoon door. Dan gaan we gewoon door. Ja, top. Kunnen we hier ergens iets al zien? Nee. Maar hier zitten sowieso dingen verstopt. Nou, dit moeten we even heel goed gaan checken. Dit gebied hier zo. Hier zijn sowieso muntjes en een grote bunny. Dus ik denk dat we even die grote bunny moeten pakken. Bunny, pak hem. Pak hem. Ja, Peach die is dus niet zo snel. Maar ik dacht misschien kunnen we hem afsnijden.
Ja, we kunnen... Ja, lekker! Oké. Muntjes. Ik dacht een ster of een stempel. Hier is sowieso een ster. Moet ik alleen wel even rechterop doen. Nee, ook niet! Moeten we de kleine bunnies pakken? Ja, kijk, daar. De eentje heeft een ster. De voorste heeft een ster. Nee, die niet. Nee. We moeten deze hebben. Ik had hem bijna. Kom hier. Lekker. Dankjewel. Oké, dan ga ik even hierin springen. En dan kijken wat er gebeurt als ik me zo laat afschieten. Oké. Waar lopen al die mieren naartoe? Die lopen hier naartoe. Kijk. En hij heeft de stempel, hé. Hoppakee. Bedankt voor je stempel, vriend. Ik ben er gelijk weer vandoor. Ik moet nog andere dingen doen. Straks eten en zo. Een beetje sushi of zo. Nu alleen de derde ster nog. Zou die ook dan hier ergens zitten? Of zal die in een volgend gebiedje zitten? Laten we hier dus even ground pounden op dit eilandje. Nee, oké. Mijn gevoel zegt dat hij niet hier is. Nou ben ik benieuwd of mijn gevoel me in de steek laat. Ja of nee? Oh, kijk. Een gele ster. Dat is ook altijd leuk. Hoppakee. Heel nice. Kijk. Hij is hier. De volgende ster is hier. Dit platform draait ook. Oké, daar moet ik even rekening mee houden. Er liggen er hier drie. Dan heb ik hier de derde. Dan moet ik nu door naar de volgende. Nee! Nu had ik weer liever Toad gehad, jongens. Want Toad is dan weer sneller. Oké, we weten nu in ieder geval waar ze ongeveer komen. Laat ik eerst deze pakken dan. Ja, dan kan ik zo nu recht vooruit hier naartoe. En dan kan ik gelijk deze pakken. Ja, dit komt allemaal beter uit. Dit komt beter uit. Ik heb hem, maar ik ben wel dood. Go, Peach! Ja, dit is met Peach zo chill. Die vlaggenstokken halen. Lekker gedaan, Peach. Het duurde even, maar ik ben toch trots op je. Als jij nou ook trots bent op Peach en op de rest. En een beetje op Piet. Hij doet toch zijn best om elke keer in video's te komen. Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En zet even dat belletje aan, jongens. Want dan krijg je een melding als er een nieuwe video online komt. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel!